Alleen jouw naam al geeft me tintelingen, Pierre. Elise, Pierre. Elise, je hebt een mateloze bewondering voor Pierre. Jij vindt het de beste acteur van Nederland en ver daarbuiten. Het is je gelukt om een afspraak met hem te maken. Je hebt iets ingestudeerd en je bent gekomen. Het speelt zich af in de lege flat van Pierre. Lege flat van Pierre? Wat else is er? Hi. Hallo. Hoi. Hallo. Hi. Oh, ik vind het echt heel leuk. Ja? Ja. Okay. Deze is voor jou. Zo. Dankjewel. Ja, ik weet niet of je voor Roos houdt, maar... Nou ja, goed, ik zag hem staan en ik dacht, dat is echt iets voor Pierre. Ja? Oké. Okay. Iets drinken? Ja, wel lekker. Wat wil je? Wijn? Nee, ik drink alleen fris. Alleen fris? Ja. Oké. Nou, ik neem een wijntje, want je gaat iets doen. Ik ga zo wie is er gestudeerd? Iets doen. Ik vind het wel heel erg spannend. Ja. Ik dacht, ik schrijf ook wat op. Als je het goed vindt, als je gewoon wat tips hebt en zo. En, Oh, ja, maar dat doe ik wel. Oké. Okay. Dat is goed. Dus als je geeft maar aan mij, dan schrijf wat op. Wat heb je ingestudeerd? Nou ja, ik heb zelf een combinatie eigenlijk gemaakt van... ik dacht, ik ga over 2 maanden auditie doen. Waarvoor? Aan de toneelschool Maastricht. Oh ja, oké. Okay. En ik dacht, omdat ja, ik wil gewoon niet het geëikte pad bewandelen. Nee. Ik wil gewoon eigenlijk heel graag een soort mix. Ik wil een mix van verschillende disciplines. Okay. Ik heb gewoon, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in beeldende kunst. Ik ben geïnteresseerd in muziek. Ik ben geïnteresseerd in Shakespeare. Shakespeare vind ik echt, nou, dat vind ik echt wel wat. Yeah? Ja? Oké. Okay. Dus ik dacht, nou, ik heb iets voorbereid. Ja? Een stukje, nou, wat ik echt heel erg mooi vind, is Lady Macbeth, hè? Maar goed, ik kan het gewoon laten zien. Ga je gang. Oké. Okay. Dit hou je allemaal aan? Ik doe even mijn jas uit. Doe maar. Zal ik schrijven dan? Ja, maar liever niet op de eerste 3 pagina's, want daar heb ik al iets geschreven. Oké. Nou, dan doe ik dat niet. Ja. Hartstikke goed. Oh, ik ben echt wel heel erg zenuwachtig. Echt? Ja, ik vind het echt zo bijzonder dat ik hier echt met jou sta. Nou, ik wil gewoon nog wel zeggen dat ja, toen ik jou voor het eerst zag in De Koopman van Venetië, toen dacht ik echt, nou, dat wil ik gewoon heel graag. Je hoeft niet te lezen wat er staat, hoor. Sorry. Glamis ben je en Cador en je zal boeten, want ik weet, jij bent, nee, wacht heel even overnieuw. Ja, maar wie was je, de vrouw of Macbeth zelf? Nee, Lady Macbeth. Je was Lady, oké. Okay. Vind je het goed, nee, omdat je met je handen deed en zij heeft bloed, hè, onze handen, hij. Dus als je zo doet, dan denk je, oh, je wil dat bloed afvegen en denk dat je Macbeth zelf bent, weet je? Maar zij heeft toch ook... Nee, ze heeft een kind verloren. Oké. Okay. Zegt ze. Maar ik heb het wel voorbereid met dit. Probeer het eens weg te laten. Kom maar opnieuw binnen. Kom maar. Laat me heel even weg. Ja. Maar ik heb toch wel een dolk, of niet? Nee, dat zou ik niet doen nu. Oké. Okay. Nee, absoluut niet. Nee, dat zou ik niet doen. Begin maar met het handenwrijven. Dat is misschien wel goed. Clem is Beer. En je bent ook Cordor. En is Beer, zei je nou? Nee, Clem is. Clem is Beer. Volgens mij is dat de tekst. Oh, open. Ja, ga je gang. Maar ik wil gewoon wel, ja, eigenlijk wil ik ook heel graag weten... denk je dat die jury daar, die daar zit, dat die dat kan waarderen... ook als ik gewoon verschillende dingen aanbied? Ja, maar als je niet... maar niet tegelijkertijd... Sorry, ik zie je zo slecht, want ik heb mijn bril niet op. Oh ja? Ik vind je echt vreselijk knap ook. Wat? Met je prachtige, glooiende haar.
Nou, doe maar even je ding. Doe maar gewoon, kom dan maar eens binnen, dat handenwrijven is op zich... Ik wil zo graag een dialoog met jou. Pierre. Alleen jouw naam al geeft me tintelingen, Pierre. Het zou toch zo geweldig zijn als ik aangenomen word en ik ga stage spelen bij jou? Oh, ik wil niks liever dan stagiaire bij jou. Oh, oh, oh. Pierre? Ga je goed? Dat zeg ik niet. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Patricia en ik kom uit Gouda. En ik ben gewoon vreselijk verliefd op jou de eerste keer dat ik jou zag spelen. Precies, ja. In de Koopman van Venetië. En daarna heb ik je gezien in Hamlet. Nee, dat kan niet. Was jij dat niet? Nee. Oh. Dat was... dat was Gijs Scholten van Aanschot. Gijs Scholten van Aanschot. Denk je dat ik een kans maak, Pierre? Dat weet ik helemaal niet. Ik bedoel bij jou. Bij mij? Hoe bedoel je bij mij? Gewoon wij hier in deze lege flat. Ik vind het best gezellig. Kans waarop? Dat ik hier mag blijven. Wil je blijven? Ja. In een lege flat? Ik wil blijven in een lege flat. Ik wil de hele dag monologen met je spelen. Monologen met mij spelen? Ja. Oké, pak een stoel. Ga zitten. Ik ben jouw man. Ja. Jij bent mijn vrouw. Wij zitten in de file. Improviseren. We gaan improviseren. En ik ga je vertellen waarom ik al 6 maanden niet met je naar bed wil. Dat hier. GELACH